Ik heet iedereen van harte welkom. Ook internet luistert van, ook van Facebook. Allemaal van harte welkom. Dat er iedere door gezegend wordt, opgebouwd wordt. En tot eer en glorie van God. Ik wil een zegen vragen voor het woord. Heer, ik wil u danken. Danken dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Danken voor uw liefde, voor uw trouw, Heer. Dank u wel dat ik het woord mag delen, Heer. Heer, dat het woorden mogen zijn voor een ieder, Heer. Dat wij door versterkt en vertroost worden, Heer. Dat wij door opgebouwd worden, Heer. Ik bid dit, Jezus, niet uit verdiensten. Nee, gewoon enkel alleen uit genade. In uw macht en naam, Heer Jezus. Amen. Ik begin met Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Hij was God. En voor mij is er Jezus. Hij is God. Want Johannes 1, vers 14, daar staat... Het woord is vlees geworden. Het woord heeft onder ons gewoond. Hij is het levende woord. En Jezus, hij was er voor de grondlegging van de wereld. Toen was hij er al. En toen deze wereld nog niet was, toen was hij er. En in het begin was alles donker, woest en leeg. Duisternis lag over de watervloed. Gods geest zweefde over de water. Ja, Gods geest, het is voor mij toch de Heilige Geest. En hij was er ook voor de grondlegging, de wereld. Het is gewoon voor mij een drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zijn onlosbaar met elkaar verbonden. Heer, en... God zei ook, laat het licht zijn. Toen was er licht. Dat beviel God goed, het licht. Toen maakte hij licht en duisternis. Het licht noemde hij dag, duisternis, nacht. God maakte ook de zee, ook het land dat droog was. Toen deed God groen op de aarde komen. Bomen, bloemen, gras en dergelijke. Heeft hij ook allemaal geschapen. Het licht zullen vaste tijden aangeven. Seconden, minuten, uren, dagen, weken, maanden, jaren, eeuwen. En hij maakte ook de zon, de maan en de sterren. Hij maakte in de zeeën vissen. Heel verschillende soorten, zoetwatervissen, ook zoutwatervissen. In de zee, ja, daar zwemmen dan zoutwatervissen, in de rivieren, beken, meren, daar zwemmen zoetwatervissen, bijvoorbeeld de zee, school, noem maar op. En, allerlei soorten vissen en zoetwatervissen, gewoon bleien, karpers. En heel veel soorten heeft God geschapen. En, maar ook God maakte ook de vogels. Allerlei soorten, grote, kleine vogels. Van arenden tot groot haantje, van groot tot klein. God heeft alles geschapen. En van de week was ik op een werk in Wezep, waar ik dan werk. En met een collega werkte ik en vloog er een visarend over. Had ik eigenlijk nog nooit gezien. En ik vond het heel bijzonder. Hij zei, kijk, daar vliegt een visarend. Ja. Ik vond het, een visarend, moet ik altijd denken aan het woord van de Heer, allen.
die het van de Heeren verwachten, putten nieuwe kracht. Ze zullen opstijgen als met de vleugels van de arenden. Als ze lopen, worden ze niet moe. En als ze wandelen, worden ze niet mat. Daar wil de Heer voor ons zorgen. Hij wil ons kracht geven. Hij wil ons moed geven. En kijk hoor. Maar ook een kolibri, dat hele kleine vogeltje, dat eigenlijk zo groot is als een hommel of een bij. Dat je nauwelijks kunt zien, maar ook dat heeft God geschapen. Ook vlinders, noem maar op, alle insecten. En maar ook de kroon van de schepping, dat is de mens. En die heeft hij ook geschapen als beeltenis van hem. En, naar Gods beeltenis zijn wij geschapen. En, ja, man en vrouw schiep hij hun. Hij schiep eerst de man. Hij liet een diepe slaap over de mens komen. En hij heeft hem eerst uit stof gemaakt. En toen liet hij een diepe slaap over de mens komen. En hij nam een rib uit die man en daaruit schaapte hij de vrouw. En die vrouw is als hulp voor de man geschapen. En, ik heb zelf jarenlang, ben ooit getrouwd geweest en gescheiden. En ik heb jarenlang gebeden, 13 jaar. En de Heer heeft mij opnieuw een vrouw gegeven waar ik enorm blij mee ben. En we zijn elkaar tot hulp. Niet alleen zij, maar we zijn elkaar tot hulp. En dat, daar ben ik blij mee. Want Gods woord zegt ook, wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden. Dat is wat God gedaan heeft, ook in mijn leven. En, kijk hoor. De mens heeft mij een opdracht gegeven om te heersen over alle beesten en over alles. En ook om alles eigenlijk een naam te geven. Nou, een enorm werk. Maar ze mochten het rustig en ontspannen doen samen met de Heer. En, maar er lag geen werkdruk op. Dit moest klaar, dat moet, nee, gewoon rustig ontspannen. En ja, dat vind ik zo geweldig mooi. Dat de mensen mochten genieten van die rust en ontspannenheid. Want Gods woord, dat zegt ook, Prediker 4, vers 6, beter één hand voor rust dan twee vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Mogen gewoon in rust dingen doen. En heeft ook de heersen over zijn schepping. En heeft ook bomen, planten, maar ook kruidachtige gewassen, zoals vaste planten, gras, noem maar op. Alles heeft hij geschapen. Hoe perfect God alles gedaan heeft, dat kan geen mens. En hoeft ook niet. Dat is God. Hij is maar God heeft de mens wel enorme creativiteit gegeven. Omdat hij zelf ook creatief is. En, maar aan die bomen hangen dan vruchten. Of komen vruchten aan. Gaat eerst in het voorjaar gaat hij bloeien. En dan komen er uiteindelijk vruchten aan. En van die vruchten mogen wij gebruik van maken. En zo was het ook in de hof van Eden. Daar mochten zij genieten van alle vruchten die God gegeven heeft. Gewoon ben ik blij mee. Zelf heb ik ook vruchtboom in de tuin staan. Ik heb zelf een volkstuin, wat een beetje mijn hobby is. En gisteren heb ik een doornloze braam gekocht. Gewoon ook op die manier weer, ook uit te delen, dat is onze bedoeling ook.
gewoon ook uitdelen van de groente die de Heer ons gegeven heeft. En over 2 jaar ben ik dan, hoop ik, met pensioen te gaan. En nou, dat vind ik een mooie tijdsbesteding op die manier bezig te zijn. Om niet achter de granen te gaan zitten, dat ligt me niet. Ik hou gewoon een beetje bezig zijn. Het is ook mijn vak eigenlijk. Nu ben ik dan hovenier, tuinman. Het is alleen eigenlijk schoffelen wat ik doe, maar toch, officieel ben ik tuinman. En, maar er kwam een kink in de kabel. Jesaja 12 en 14, daar staat dat Lucifer, de duivel, hij was eigenlijk de hoogste engel die er was. En die wou eigenlijk hoger zijn dan God. Nou, dat kan niet. Je kunt niet hoger zijn dan God. En daarom heeft God hem uit de hemel verstoten. En heeft hem hier naar deze aarde verstoten eigenlijk. Maar hij heeft ook een deel van die engelen heeft hij meegenomen. Ik meen een derde gedeelte. En dat zijn gewoon demonische machten. En ja, die heersen hier ook helaas op aarde. En ook dat zoveel ellende voortbrengt. Ziekte, tegenslagen en noem maar op. En God die wil juist de mensen helpen. Maar die duivel die wil gewoon vernietigen. Hij wil kapot maken. Maar God heeft wel een oplossing gegeven. Hij heeft ons Jezus gegeven. En Jezus die is voor ons aan het kruis gegaan. Om ons te verlossen van die zondemacht. Amen. Daarvoor is Jezus gestorven. En is weer opgestaan. Ja, daar ben ik gewoon blij mee. En ook gisteren mochten we herdenken dat we hemelsvaardag, dat Jezus naar de hemel is gegaan. En eens om daar plaats te maken voor iedereen die Jezus in hun hart gesloten hebben. En dat maar eens komt hij weer terug om zijn gemeente weer op te halen. Wanneer? Ik weet het niet. God weet Jezus zelf ook niet. Alleen zijn vader die weet de tijd, wanneer, hoe en wat. En alleen, we moeten wel klaar zijn om hem te ontmoeten. God had de mens naar Eden gebracht. Het paradijs. Daar leven Adam en Eva als man en vrouw, samen, in de relatie met de Heer. Dat was voor dat ze in de zondeval gevallen waren. En we mogen vrij onze keuze bepalen, omdat God ons een vrije wil gegeven heeft. En ook een keer was Eva alleen aan het wandelen in de tuin, in de hof. De duivel kwam naar haar toe in de vorm van een slang. Zie je die boom? Zei hij tegen Eva. Ja, zei Eva. Daar mogen we niet van eten. Want dat heeft God gezegd, we mogen alle... Van alle bomen mogen we eten, behalve van die boom die midden in de hof staat. Daar mogen we niet van eten, want ook niet aanraken. Want als we daarvan eten, dan zullen we sterven. Als niet waar, zegt de duivel. Je zult zijn, juist zijn als God. Je zult kennis hebben van goed en kwaad. Nou, ze dacht even, nee. Maar toch, ze liet zich, de duivel die bleef aandringen, ook dat hij zelf een vrucht nam en dat hij ook een hap nam en dat smaakte, zo leek het dan, en dat verleidde Eva. En toen heeft hij ook een
vrucht genomen en van die vrucht een hap genomen en ook helemaal opgegeten. En ja, toen, is ze naar Adam gegaan en Adam gezegd, kijk, hier, waar heb je die vandaan, vroeg Adam? Ach, uit de midden van de hoofd. Nou, daar mocht hem niet van eten. Ja, maar die slang die zei dat dan juist kennis kreeg van goed en kwaad. Want Adam die keek bedenkelijk. Hij dacht, nou, moet ik dat doen? En ja, goed. Hij liet zijn hoofd vermurven door Eva. En hij nam ook van die vrucht. En hij had er ook van. En ja, toen werden ze bevreesd. Ze zagen dat ze naakt waren. Ze pakten vijgenbladen en daarmee probeerden ze zichzelf te bedekken. En, maar toen kwam God in de hof, die wandelde in de hof. En hij zei, Adam en Eva die schrokken en die gingen zich verbergen in, tussen de struiken, tussen de bomen. En hij vroeg aan Adam, waar ben je? En langzaam, maar zeker, langzaam kwam ze tevoorschijn. En ze zei, hier zijn we. Waarom zijn jullie bang? Hebben jullie soms gegeten van die vrucht? Wat ik gezegd heb, dat je dat niet mocht aanraken. En ook niet daarvan eten. Hebben jullie daarvan gegeten? Ja, de slang heeft ons dat gezegd. En hij zei tot die slang, jij zult voortaan altijd kruipen door het leven gaan. Je zult, dat is jouw ja, bestemming eigenlijk. En ook toen zei God tegen Adam en Eva, jullie kunnen niet langer in de hof blijven, want dit is een heilige plek. En jullie zullen, uiteindelijk zullen jullie sterven. En en dat ze werden verdreven uit de hof. En maar God kwam hun toch tegemoet. Hij nam huiden van beesten. Die huiden waren nog vers met bloed. En daarmee konden ze zich hun naakte lichaam bedekken. Zo kwam God hun tegemoet. En daarin spreekt Jezus, of God ook eigenlijk al, van het bloed. Dat was in het begin dat hij van bloed sprak. En daarin spreekt Jezus ook voor mij. Dat Jezus daarin toch in zijn liefde God de mens tegemoet kwam. En Romein 5, vers 12. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Romein 3, vers 12. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is zelfs niet één. En dan Romein 3, vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En nou, maar toch, Jezus, dit woord is alle aanneming, 1 Timotheus 1, vers 15. Dit woord is alle aanneming waard dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen om zondaars zalig te maken. Dat is, daarvoor is inderdaad Jezus naar deze aarde gekomen. En Jesaja 1, vers 18. Ook al zijn je zonden als scharlaken, Jezus, hij wil ze wit maken als sneeuw. Ook al zijn ze rood als karmozijn, Jezus, hij wil ze wit maken als wol. Wat Jezus toen was, dat is hij nu ook nog. Want hij is en hij blijft dezelfde. Dat gebeurde ook met die vrouw die op overspel betrapt was en die aan haar haren eigenlijk meegesleurd werd
door die Farizeeërs en Sadduceeën, de hele trammeland, zeg ik altijd. En hij, ze brachten hem, haar in het midden en, bij Jezus en met de bedoeling om Jezus op de proef te stellen, om te zien wat hij zou doen. Want volgens de wet moest zo'n vrouw gestenigd worden. Maar Jezus, hij ging gewoon op de hurk zitten. En hij schreef in het zand. En ja, wat schreef hij nu in het zand? Jeremia 17, vers 13, daar staat: Heer, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van de Heer afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want zij hebben de bron van levende water, de Heer verlaten. En dat, toen ze dat gelezen hadden, toen, ja, ze dropen eigenlijk één voor één af. En toen er niets meer er was, toen vroeg Jezus aan haar: is er niemand meer? Nee, Heer, we zijn alleen. Nou, zegt Jezus, ik veroordeel jou ook niet. Hij had wel die steen kunnen nemen, hij had wel die steen kunnen gooien, maar hij deed het niet, omdat hij gewoon van de mens houdt. Hij heeft onze zonden heeft hij gedragen, daar een kruis van Golgotha. En maar ook van die verloren zoon, vind ik ook zo'n schitterend verhaal eigenlijk, van die vader die twee zonen had, die een die staat in Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Dat die vader die twee zonen had en die ene zoon die was altijd netjes, die was altijd aan het werk, deed altijd wat zijn vader tegen hem zei. Maar die andere, die was een beetje rebels, die kwam echt tegen opstand, die wou de wereld in. En op een dag vroeg hij aan zijn vader: mag ik mijn erfdeel? Ja, zijn vader, die zou misschien bedenkelijk gekeken hebben, verdrietig, maar hij gaf het wel. En dat die zoon, die ging op reis en hij verkwanselde eigenlijk alles, alles wat hij had. Toen had hij heel veel vrienden. En ook, hij deed eigenlijk alles wat God verboden had. Hoererij, noem maar op. Maar ja, zijn geld raakte op en kwam hongersnood in het land. En hij probeerde werk te vinden. Hij kon alleen maar werk vinden gewoon bij een varkensboer, om daar zijn varkens te hoeden. En ja, hij zat daar tussen die varkens en had honger en hij had geen eten. Hij begeerde eigenlijk om van die schillen te eten. En hij dacht bij zichzelf: wat ben ik toch ook een enorme idioot. Bij mijn vader is alles goed. En zelfs zijn dagloner, die hebben beter dan ik. Die hebben een huis, een dak boven hun hoofd en eten, noem maar op. Eigenlijk alles wat ze nodig hadden. En ik durfde eigenlijk niet terug. Maar die honger die bleef knagen aan hem. En uiteindelijk, hij koos toch om terug te gaan naar zijn vader. En schoolvoetend ging hij terug. En ik kwam daar uiteindelijk aan en hij dacht: nou, de vader die wil mij niet meer. Maar ik zou gewoon vragen of ik gewoon dagloner bij hem mag zijn. Dat ik dan, tenminste, dan heb ik in ieder geval dak boven mijn hoofd. Maar zijn vader die stond iedere dag stond hij op uitkijk, te kijken of hij weer kwam. Hij verlangde naar zijn zoon. En hij geloofde erin dat hij weer terug zou komen. En uiteindelijk, ja, daar was hij. En die jongen die zei tegen zijn vader: vader, ik ben niet meer waard om uw zoon te zijn. En
laat mij maar gewoon dagloner bij u zijn. Niks, zei die vader. Hij riep zijn knechten en hij zegt, geef hem het beste kleed en het mooiste kleed wat er is. En ook een zegelring kreeg hij aan zijn vinger. Beste kalf, het vetste kalf wat we hebben, dat slacht dat. Want mijn zoon die was dood en is weer levend geworden. Dat was gewoon feest. En zo is er ook feest in de hemel. Als één zondaar zich bekeert, dan is er gewoon feest in de hemel. Dat is gewoon geweldig. En die jongen die kwam tot bekering dan. Maar die andere zoon die was op land aan het werk. Hij zegt, je hoort muziek. Ik dacht, wat is dat toch? Ik kom thuis en vraag aan mijn knechten wat er was. Als ze zeiden, je broer is weer teruggekomen. Hij werd boos. Hij zegt, ging naar zijn vader toe. Hij zegt tegen zijn vader, ik heb altijd voor u gewerkt. En nooit iets gevraagd. Nee, zegt zijn vader, je hebt nooit iets gevraagd. Maar had je het maar gedaan. Gewoon ook, God wil dat wij bidden. En ook dat wij hem vragen. En God die antwoordt op zijn tijd, op zijn manier. En dat is wat God wil doen. Zo zie je dat ieder mens eigenlijk zondig is. Want lees nou Prediker 7 vers 20, daar staat, want er is geen mens zo rechtvaardig dat hij goed doet zonder dat hij zondigt in zijn leven. Ik zeg altijd, behalve één, die was echt zonder zonde en dat is Jezus Christus. Hij heeft nooit geen zonde gedaan. Ja, ik blijf herhalen dat hij is voor onze zonde aan het kruis gegaan. En dat kan ik eigenlijk niet vaak genoeg herhalen. En weer opgestaan. Maar Spreuken 18 vers 21, daar staat, op de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan een van beide de voorkeur geeft, zal de vruchten daarvan plukken. En Jacobus 3, 4 en 5, met het roer dat toch maar een klein onderdeel van het schip is, van een storm, kan de storm, nee, kan de stuurman zijn grote schip in de richting die hij wil, ook al staat er een sterke wind. En dan Jacobus 3 vers 5, net als een bit van een paard en het roer van een schip is ook de tong een klein ding, maar het kan zich erop beroemen dat het grote dingen heeft gedaan. Zo is de, ja. En dan staat op laatst, een vonk is al genoeg om een vuur, om een heel bos in brand te zetten. Ik wil eindigen met wat mezelf, ik heb het eigenlijk uit mijn hoofd gekend, maar dat lukt me niet meer. Maar ik wil het wel gewoon dit voorlezen. Een knipoog van de hemelse Vader, mijn geliefd kind, ik houd van je. Je bent beminnelijk in mijn ogen. Ik schiep jou precies zoals je bent. Heb geen kritiek op jezelf, omdat je niet volmaakt bent in je eigen ogen. Dat leidt slechts tot frustratie. Wees vrij. Weet jezelf. Laat je niet opjagen door andere mensen. Ik ben je herder en ik wil je leiden. Als je mij de kans wilt geven, luister. En ik zal je mijn wil vertellen. Ik bemin jou. Wees niet bezig met jezelf, maar zie op naar mij. Ik zal jou veranderen. Haast, zonder dat je het zelf merkt. Maar niet als je het zelf probeert. Ik wil niet vechten tegen jouw krachtinspanningen. Je bent van mij. Laat mij jou beminnen. Laat mij jou vreugde geven.
Niemand anders kan dat. Zie je dat niet? Worsten niet zo. Maar ontspan je. In mijn lied stop ermee. Zelf iets te doen. En laat mij je maken tot wat ik graag wil. Mijn liefde is voldoende. Ik zal in jouw behoeften voorzien. Ik bemin jou. Veel liefst van je hemelse Vader. Amen.